Een hele goede morgen. Van harte welkom hier in deze dienst. Ik hoor dat de microfoon nog wat zingt. Welkom bij Life Church Nijkerk. Zoek een plekje als je achterin nog staat. Kom naar voren. En zoek een stoel. Leuk dat jullie er zijn. Van harte welkom. En als je gast bent en hier voor de eerste keer bent. Ik wou bijna zeggen extra welkom. Maar ja, iedereen is evenveel welkom. Maar... jullie snappen ongetwijfeld wat ik bedoel. Welkom in deze dienst. Van harte welkom. En we gaan er een mooie dienst van maken. We kijken uit naar wat God deze ochtend wil gaan doen. We hebben een verwachting dat God dingen gaat openbreken in onze levens. En vanmorgen zijn Alex en Michelle van Laren uit Utrecht bij ons. En Alex zal het woord met ons delen. Welkom Alex en Michelle. Als het goed is hebben jullie ook mensen meegenomen. Zijn ze er al? Ja, uit Utrecht. Hey, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Een aantal mededelingen, als het goed is, hebben we een collector. Er komt er een slide achter op mijn ding. Kun je een fotootje van maken. En dan gaat die als het goed is naar je bankier-app. Na de dienst staat die ook nog even op het scherm. Dus kun je ook nog even rustig een scan maken. Ja? Dank jullie wel voor jullie gaven. Ik moet even denken aan de giften voor de Oekraïne. Vorige week in de dienst konden we melden dat we €4500 naar de Oekraïne over hebben gemaakt. De oplettende kijker in de nieuwsbrief van dinsdag zag al dat het €5500 was. En ondertussen kan ik melden dat het al €6500 is. Dus het gaat elke keer, gewoon dankbaar voor wie jullie zijn. En dankbaar dat jullie trouw zijn in geven. En dat we gewoon genereus aan de gemeente in Polen kunnen geven, aan Wojtek en Kirsten. En wij zitten in een appgroep en we horen echt ontzettend mooie verhalen. En ontzettend dankbaar dat wij gewoon financieel kunnen zaaien. En dat hun daar echt praktisch mensen kunnen helpen in de omgeving in Polen, mensen die er binnenkomen, ook in Oekraïne kunnen zaaien. Dus dank jullie wel. Deze week zijn ook weer de at-homes. Dus ben je nog niet onderdeel van een at-home of wil je daarbij aansluiten? Laat het weten. Kijk op de website waar je bij kunt aansluiten. Dat is gewoon een groep mensen die door de week samenkomt om door te praten over de preek, om het leven met elkaar te delen, om vriendschappen met elkaar te bouwen. Dus ik wil ook echt aanmoedigen. Ja, zit je daar nog niet bij? Kijk of je ergens bij kunt aansluiten. Het zijn gewoon mooie momenten om het leven te delen. Friso. Doe ik gauw nog even een andere mededeling tussendoor. Komende vrijdag voor de mannen. 6:15. Band of Brothers. Samen bidden. Samen strijden. Vriendschappen bouwen. 6:15 hier in Kader 10 op het plein. 's Ochtends, ja. Ja, 's ochtends. Ja, voor de echte mannen 's ochtends. Oké. Okay. Ja, goedemorgen. Namens het Next Team nog even een mededeling over het aankomende kamp wat eraan zit te komen. 8, 9 en 10 april. Vorige keer is er gezegd van meld je aan. Nou, dat gaan we even omdraaien. Wij gaan er namelijk vanuit dat iedereen gewoon meegaat. Ja? Dus alle jongeren die op Next zitten, gaan mee. Je mag een vriendje, vriendinnetje meenemen. Mocht je nou echt niet kunnen. En dat is ook echt niet kunnen. Dan kun je inderdaad gewoon eventjes afmelden bij mij of bij je buddy. Ja? Dus als je echt niet kan. De leeftijd. Goeie vraag. Hoe oud zijn die gasten eigenlijk allemaal? Wat, tot en met? Tot en met 14, ja. En vriendjes, vriendinnetjes mag het dus meenemen. Ja? 12 tot 60, ja. Ja, ik heb wel serieus 30 mensen echt nodig. Anders kan het gewoon bijna niet uit. Dus Rob, van harte welkom. Maar jij staat al op de planning, hè? We gaan ook wel wat van jullie vragen. Dat komt ook nog wel in een appje. Bijvoorbeeld dat er een diner verzorgd moet worden. Of dat er misschien bij een sport of spel wat geregeld moet worden. Of dat er iemand met een gitaar langs kan komen. Dus dat gaan jullie allemaal nog wel horen. En dan volgt dat snel. Ja, en als je gewoon vragen hebt, schiet me maar aan. Doei! Dankjewel Friso. Top. Super tof dat jullie dat doen. Dat er een kamp georganiseerd wordt voor deze groep. En weet je, wat een super toffe tijd om samen met elkaar het geloof te delen, vriendschappen te bouwen. Dus zorg dat je erbij bent. En dan voor de rest van de gemeente ook 12 plus. 26 maart gaan we mountainbiken in de bossen bij Lunteren. 'S middags om 1 uur. Dus vanaf 1 uur ben je daar welkom. En dan gaan we een stukje fietsen. En daarna even wat lekker eten en wat drinken. En ben je zo'n beetje voor het avondeten weer thuis. Het kost je een middag. Maar je krijgt ontzettend toffe tijd voor terug. Het is voor iedereen, mannen, vrouwen, elk niveau. Er zullen wat niveauverschillen zijn. De harde fietsers zullen wat vooruit gaan of wat verder fietsen. En de rest die mag een beetje rustig aan, een rondje fietsen. Maar het is gewoon tof om daar samen te zijn. Tof om even wat te fietsen, wat te doen, maar ook om vriendschappen te bouwen. En ook dit zijn momenten
om mensen uit te nodigen. Weet je, heb je iemand in je omgeving die het ook leuk vindt om te fietsen? Weet je, neem ze mee. Gewoon om vriendschappen te bouwen, wat te laten zien wat kerk is en wie we zijn en wat we kunnen doen. En dat het niet alleen maar saai is, weet je. En gewoon ook toffe dingen met elkaar kunnen doen, het geloof met elkaar kunnen beleven. Kees-Jan heeft nog een aanvullende mededeling. Het is op de Hessenweg 67. Je kunt bij deze, Kees-Jan is gelijk goed, hij staat nu in het beeld, aanmelden bij Kees-Jan. En hij gaat dat verder regelen en zul je meer informatie van hem horen. Super tof. Bent, kom naar voren. Dan gaan we... De kinderen van de... Fakkels en de Sterren. Ik zal even denken. Fakkels en de Sterren mogen na het tweede nummer weggaan. Johan zal het even een keertje noemen na het tweede nummer. Ik leg de druk lekker bij hem neer. Laten we gaan staan, als het kan. Weet je, het is goed om actief bezig te zijn als we hem gaan aanbidden. Dat je een actieve houding aanneemt. Dat je sta. Weet je, aanbidden is een activiteit richting God. Ja, Heer, dank u wel, Vader, dat we hier samen mogen zijn, Heer. Heer, om uw naam groot te maken, om u te aanbidden. Heer, dank u wel, Vader, voor wie u bent. Heer, we verwachten het alleen van u. Heer, want u bent de koning de koningen, de Heer der heren. Heer, we willen uw naam groot maken, want het draait alleen om u, Heer. Heer, we willen onze focus deze ochtend op u leggen. Heer, op u alleen. Heer, alleen u, Heer. Heer, dat we alles mogen vergeten wat voor en achter ons ligt. Heer, dat we even ons hart open kunnen stellen, Heer, en dat u ons kunt bedienen. Heer, dank u wel, Vader, voor uw liefde voor ons, voor uw trouw. Heer, en daarom willen we uw naam groot maken. We zijn bezig met onze serie In de kracht van zijn geest. Vorige week sprak ik over, wie kan zich nog herinneren? Community, ja. In de kracht van zijn geest vormen wij een community samen, een gemeenschap samen. Alex, kom Alex. Michelle, do you want to say something? No? Okay. Ze heeft al gezongen. So, dat is de vrouw van Alex. De meeste mensen kennen Alex en Michelle uit Utrecht. Die zijn goede vrienden van ons, van de gemeente. Die zijn we vaker bij ons geweest. En ik heb Alex gevraagd vanochtend om door te gaan in onze serie In de kracht van zijn geest. En hij gaat spreken over de gemeenschap van alle gelovigen. De priesterschap van alle gelovigen. Dat wij zijn een gemeenschap, een community samen. Maar we hebben een doel. En dat is om priesters te zijn. En dan volgende week gaan we verder. En we beginnen met de gaven van de geest. Dat we gaan uitstappen in de gaven van de geest. Dat de hele geest en de kracht van zijn geest, hij geeft ons gaven en kracht om uit te stappen in wat hij van ons vraagt om te gaan doen. Hey Alex, hallo. Ja, fijn dat je er bent. Ja. Ready to go? Leuk om hier te zijn, ja. Ready to go? Yes. Ja, goed. Vader, ik dank u Alex hier. Ik dank u hier voor deze man. Heer, een goede vriend, persoonlijk, maar ook van de gemeente hier. Ik dank u, Heer, voor alles die u in zijn leven gedaan heeft. De voorbereiding van zijn leven. Niet alleen een voorbereiding voor een preek, Heer, een preekbeurt. Maar ik dank u, Heer, voor zijn woorden en zijn leven die hard zal luiden vandaag, Heer. En wij staan open voor wat u tegen ons wil zeggen. Ons harten zijn open, Heer, voor uw geest. En de aanmoedigingen van uw geest, Heer, de aanscherpingen van uw geest. Dat wij als gemeente zullen wandelen in alles die u voor ons heeft. In Jezus' naam. Dank amen. Je. Yes, amen. Dankjewel. Goedemorgen. Brengen de groeten uit Utrecht. Voor de mensen die ons niet kennen, Alex en Michelle. En wij zijn hier haast 13 jaar plus aangekomen in Nederland om een kerk te gaan planten in Utrecht. Dat was een roeping van God. Waarom zou je Zuid-Afrika willen verlaten, word ik altijd gevraagd. Kom je naar dit soort weer toe, plattelandje, kikkerlandje, dat soort dingen allemaal. De roeping van de Heer. En waar ik mijn plezier vind en mijn vreugde vind en gewoon mijn alles vind, is gewoon om in de wil van God te zijn. Het maakt eigenlijk niet uit waar je woont. Als het nou in Nijkerk is of in Utrecht, maakt niet uit. Ik ben heel blij in Utrecht. En ik vind het heel mooi om mee te werken en samen te werken in Nijkerk. Maar God heeft me geroepen tot Utrecht. En dat vier ik. En daar ben ik heel blij over. En ik hoop dat je ook gewoon weer waardeert waar je woont, wie je bent, waar je verbonden bent, als kerk zijn en dat soort dingen. Dat je dat niet verliest door de drukte van het leven, al de dingen waar je mee hebt te maken in het leven. Maar dat je gewoon dat viert en zegt van, Heer, dank u wel voor waar u mij gepositioneerd heeft.
Waar ik geboren ben, dat ik hier mag wonen, dat ik hier mag opgroeien en verder doorgaan. En we hebben allemaal verschillende dingen misschien waar we mee bezig zijn in het leven. En roepingen waar we mee bezig zijn. Maar vind je vreugde vooral in het feit dat jij kind van God bent. En dat je hier mag wonen en hier mag verder doorgaan met jouw leven. En daar vinden we onze vreugde. En ik moet zeggen, ja, er is er altijd dat stukje van ja, je familie die woont nog in Zuid-Afrika. En als het kerst is, dan zitten we vaak bij onze andere familie, Rob en Laura. Gaan we daar lekker nassen? Is dat een bekende woordje, nassen? Ja, oké. Okay. Beetje straatsleng van Utrecht. Maar dan gaan we daar genieten. Maar je zit nog steeds met dat stukje, waar zijn mijn broers en mijn zussen, en mijn neefjes en mijn nichtjes en dat soort dingen allemaal. Maar dan weet ik gewoon van, hey, weet je wat, we hebben gewoon een hele grote nieuwe groep mensen ontdekt hier in Nederland. En daar vinden we onze vreugde in. En geniet het gewoon. Vier dat. Ik moet mezelf vaak herinneren gewoon wat een voorrecht het is om hier te wonen in Nederland. En als ik in de weilanden aan het lopen ben met Michelle, dan moet ik soms gewoon dat gaan doen en zeggen van, word gewoon wakker van de realiteit. Van waar je woont en waar God je geroepen heeft. En dat je hier mag wonen en gewoon de mooie weilanden mag zien. En de Friesland koeien en de eenden en de zwanen. En gewoon de Kasteel de Haar. Zijn jullie daar ooit geweest? Gewoon een fantastische gebouw in mijn achtertuin. Denk van wauw, wat een mooie iets. Gewoon genieten van wie je bent en waar je woont en waar je mee bezig bent. En dat wil ik ook gewoon hier door laten komen in de preek deze ochtend. Dat dit niet alleen een activiteit is. Maar dit is wie je bent. Als je met identiteitscrisis zit, dan wil ik je helpen met een van de dingen die je bent. En dat is een priester in Gods huis. Je bent niet alleen kind van God, maar je bent ook priester. Je mag dienen in Gods huis. Je bent geroepen. Je bent gezalfd. Je hebt de juiste kleding ontvangen door Jezus. Je hebt je voorbereid, alles door het kruis, alles door Jezus. Mogen wij dienen in zijn huis. En dus over het priesterschap praten, dat is gewoon een enorm voorrecht voor mij ook. En ik zie gewoon, hoe meer ik het onderzoek denk van ja, dit had wel een 3-4 punt serie kunnen zijn. Dus ik ga dat stukje pakken en probeer dit te doen. Maar voordat ik verder wil gaan, ik voelde gewoon vanochtend tijdens de aanbidding ook, gewoon, er leeft hier een lied in deze gemeente. Er leeft iets wat God in jullie heeft gevestigd, die nog eruit moet komen. En ik weet dat het ook soms een werk van Gods geest kan zijn, dat naar boven komt en gewoon de kracht van zijn aanwezigheid kan zijn. Maar ik heb gewoon dit gevoel gewoon van de, op zijn Engels gezegd, is kinetic energy. Dat is een kracht die al in iets zit om iets te gaan doen. En iets te zijn. Het heeft niet met energie te maken, dat heb ik het nou niet over. Dit heeft met wetenschap te maken. Dit heeft met de realiteit te maken dat als een auto een motor erin heeft, dan is die voor iets gebouwd. Niet alleen om te zeggen van wat een mooie auto. Maar als hij de auto aanschakelt, ja, dan hoor je of het nou een 1000 cc is of een W6. Brrr. Ik weet niet hoe jullie je auto aanzetten in de ochtend, misschien van de afstand, ik weet het niet meer. Maar gewoon dat daar iets leeft wat God naar boven toe wil brengen. De gaven, talenten, iets van God wil iets bijzonder krachtigs van zijn heerlijkheid laten zien door jullie als gemeente heen. En ergens moet dat eruit komen. Ik weet niet hoe dat gaat gebeuren, maar ik geloof dat het gewoon een werking van Gods geest is. Ik weet niet hoeveel van jullie de Formule 1 kijken. Wie van jullie kijken de Formule 1? Oké, weinig. Ik moet jullie overtuigen om dat meer te gaan bekijken. Maar Max Verstappen, wie kent Max Verstappen? Oké, kijk eens even. Oké, dus jullie kijken het wel stiekem piesje, maar gewoon niet je hand in de lucht steken. Maar ik zat de finale te kijken en Michelle, zij lag op de bank omdat die ene coureur, hij ging gewoon winnen, weet je wel. En dan ging de hele wedstrijd die ging helemaal veranderen. En zij zat te slapen en ik zat dat laatste rondje te kijken. Nou, van binnen wou ik gewoon... Zij zat aan het slapen. Dus ik denk van, ik wil haar niet wakker maken. Dus dat enthousiasme, dat was gewoon opgesloten in mij. En ik tikte en zeg, hey Michelle, Max heeft gewonnen. Je zal niet geloven, maar Max heeft gewonnen. Echt? Kijk, dus terugkijken. Dus ik moest weer teruggaan en het weer herbeleven. En toen, yay! Toen kwam het er gewoon uit. En toen dacht ik daar gewoon aan van, dit stukje van wat God aan het doen is, zit gewoon in jullie. Maar, ik weet niet.
Ik hoop dat het een bemoedigende beeld is, maar gewoon de vertrouwen van God waar hij mee bezig is in jou. En misschien dit stukje ook, dat dit iets los gaat laten, vooral in je identiteit als priester van de Heer. En ik merk dat er veel staat in het Oude Testament. En wij zijn bezig als stel gewoon met een jaar soort leesprogramma waar we elke ochtend zitten te luisteren. En ik moet zeggen, de afgelopen week of zo had het met veel bloed te maken. Omdat je dan in Exodus terechtkomt en dan in Leviticus terechtkomt en al de wetten en al de regels en al de dingen die moeten gebeuren. Ik denk, ja, die priesters en die hoge priesters, die waren alleen bezig met dieren slachten. Wel, veel bloed, veel, ja, breng dit en breng dat en een koe dit en een schaap dat en duiven dit. En voor de zondeoffer en voor een dankoffer en voor een graanoffer en voor andere dingen allemaal. Ik denk, ja, die priesters zijn zo bezig met dat stukje. En toen ik dat las, dan denk ik van ja, het is een beetje een bloedige iets. En denk ik van ja, er zit gewoon iets in, natuurlijk, wat God wil laten zien, waar hij mee bezig was met zijn volk. Hij wou zich dichter bij hem brengen. En de tabernakel was deel daarvan, de tent van Mozes, of de tabernakel van Mozes was deel van het beeld van ik wil je dichterbij brengen, maar dit moet plaatsvinden. Anders moet ik je vernietigen. En daar spreekt de genade van God mij aan om te laten weten dat God toch in dat beeld liet zien, ik wil dicht bij jullie komen. Mozes die had het voorrecht gewoon om God in zijn aanwezigheid te mogen ervaren. Dat wanneer hij weer terugkwam uit de aanwezigheid van God, toen was het gewoon, zijn gezicht was heel duidelijk beïnvloed door de heerlijkheid van God. En hij bracht het weer terug. Ik denk van ja, het is gewoon in het hart van God om dicht bij zijn volk te zijn. En dat hele beeld van het Oude Testament, hoe ze daar bezig waren in die tijd, daar wil ik het even kort over hebben als een fundament. En dan wil ik gaan kijken naar het Nieuwe Testament en kijken van, hey, wat betekent dat voor ons in deze tijd? En hoe beleven we dat en hoe werken we dat uit? Hoe doen we dit samen? Hoe gaan we op gang met elkaar? Daar wil ik naar kijken en ik hoop jullie daarin te bemoedigen en dat iets gaat losbreken en ontploffen misschien. Denk van, hey, ik ben niet naar een theologische seminar toe geweest of naar een studie gedaan voor de laatste 5 of 6 jaar. Ik ben gewoon priester. En ik mag dienen in zijn huis, in zijn kerk en voor zijn koninkrijk. Dus laat ik verder gaan voordat onze tijd voorbij vliegt. En dus, zoals jullie zien, heb ik dit beeldje ook vooral gebruikt, omdat het centraal heeft te maken over Jezus. Centrale punt, de centrale boodschap die wil brengen van dit alles wat we hier zien in het Oude Testament, wijst allemaal naar Jezus toe. De Oude Testament, al die ceremonial dingen die daar plaatsvonden, waar de priesters mee bezig waren, de tabernakel, al de spulletjes die daarin zaten, die hebben allemaal symbolische beelden die ons naar Jezus toe wijsden. En daar zie je gewoon massaal groepen mensen die gewoon om die realiteit en die waarheid bij elkaar komen. En dat is een beetje de beeld die ik gebruik als een voorbeeld. Oké, doe dat eventjes niet. Ze hebben gezegd, doe maar 1 keer klappen en dan komt hij goed. Oké, daar is hij. Ja. We gaan lezen uit Hebreeën 8, vers... Oh, ik zit bij een andere... Heb ik te hard geklopt? Zit er nog andere, de updated versie? Oké, daar is hij. Oké. Hebreeën 8, vers 1 tot 5. De kern van mijn betoog is dat wij zo een hoge priester hebben. Eén die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit. En die niet in die dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensen is opgericht. Ieder hoge priester wordt aangesteld om gaven en offers op te dragen en dus had ook hij iets nodig om te offeren. Op aarde zou Jezus geen priester zijn, want daar zijn al priesters die offergaven opdragen zoals de wet dat voorschrijft. Zij verrichten hun dienst in wat een afspiegeling en schaduwbeeld is van het hemelse heiligdom. Zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon met de oprichten van de tabernakel. Let erop, zegt God immers, dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp dat ik je op de berg getoond of dat op de berg getoond is. En dus zien we hier dat dat wat op aarde was, was een afspiegeling en het was een schaduwbeeld van dat wat eigenlijk in de hemel is. Een kleine inzichtje in de hemel, daar is de ware tabernakel.
En daarom was God heel duidelijk met Mozes, maak het precies zoals ik het aan jou door heb gegeven. Als je dat stukje leest, dan denk je van, er zijn zoveel instructies. Van goud dit, en blauw dat, en rood dit, en gordijnen dat, en de hout dit, en alles hoe het allemaal in elkaar zat. Van de metingen en alles, van hoe dat allemaal in elkaar moest gaan zitten. Ik zei tegen mezelf van, er is gewoon hoofdstukken over. En dan wordt het weer herhaald, omdat hij moet doorgeven aan de mensen die het gaan bouwen en gaan doen en voorbereiden. En ik van, nou hoor ik het nog 2 keer in de Bijbel, dus het is wel heel belangrijk, volgens mij, als je dingen meer dan 1 keer leest in de Bijbel. God was heel specifiek hoe het moest lopen. De patroon van hoe het in elkaar moest zitten en wat de functie en de rol zou zijn van de priesters en hoe ze daarmee om zouden gaan. In Hebreeën 9, de volgende, staat daar. Christus is immers geen heiligdom binnengegaan dat door mensenhanden is gemaakt in afbeelding van het hemelse heiligdom, maar de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit. Wat ik mooi vind, is als je in Exodus gaat kijken en lezen, en dat zullen we nu even doen, dan zien we dat gewoon helemaal van het begin, toen God het volk uit Egypte heeft bevrijd, was het niet zomaar van, hey jongens, vakantie. Maar hij heeft ze bevrijd omdat hij zei van, ik wil dat deze volk mij gaat dienen in de woestijn. In andere teksten staat het daar dat ze hem zullen prijzen in de woestijn. Je denkt van, hey, van Egypte naar de woestijn, wat een leuke transitie. Zou het niet een leuk eilandje moeten zijn? Een leuke dit, mijn water, weet wel, gewoon gezelligheid en allemaal die leuke dingen. Nee, dat was iets waar God mee bezig was. En hij moest iets wat nog steeds in de harten van zijn volk van Egypte leefde, dat moesten eruit. En ze kwamen uit Egypte en zo kwamen ze in de woestijn terecht. En dan vind ik deze volgende tekst gewoon heel bijzonder, omdat helemaal van het begin af begint God al zijn plan uit te leggen wat hij verwacht van zijn volk. Dus helemaal van het begin af, dit is niks nieuws. Het begint al in het Oude Testament en gaan we eventjes deze tekst gaan lezen. Hij doet het toch niet, jongens. Ik weet niet. Hij doet het wel. Oké. Oké. Oké, ik zie hem. Dan komt hij weer terug. Ik zal maar klappen. Ja, ik denk dat het beter is zo. Oké. Exodus 19, 4 tot 6. Hier zie je dat stukje terugkomen. Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte. En hoe ik je op adels vleugels gedragen heb en je hier bij mij gebracht heeft. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. Ik denk van ja, we hebben allemaal een verhaal wanneer wij tot geloof zijn gekomen. Wij woonden in principe als een soort beeld, woonden wij in Egypte. En daar leefde een farao en die was gewoon bezig om ons te heersen. We leefden voor de zonde, voor onze oude natuur, daar leefden we. Daar waren we eigenlijk slaven voor onze eigen begeerte en onze eigen verlangen. We waren bezig met onze eigen wil. Wat wil ik? Hoe wil ik het in elkaar zien? Ik ga door met mijn leven. Toen ben je tot geloof gekomen ergens. Besluit genomen voor Jezus. En zo ben je uit die plek gekomen, ben je in vrijheid gekomen. En denk je, jippiejee, dan kan ik verder doorgaan. Denk van, hey, vergeet niet wat daar is gebeurd. Je bent uit de duisternis bevrijd. De slavernij die daar was. De ballingschap. Was. En God heeft je bevrijd. Waarom? Hier is een mooie beeld van dat God zegt van, hey, ik heb je geroepen om een priesterschap te zijn en een heilige volk. God zegt ook in dit stukje van, je bent van mij. En dat vind ik een mooi stukje, want het valt zo tegen in de cultuur van, ik behoor aan niemand. Ik ben mijn eigen baas, ik doe mijn eigen ding. Ik ben volwassen, ik kan mijn eigen besluiten maken. En ja, daar zit wel deels waarheid in. Maar het mooie ervan is, wanneer wij God volgen, wanneer wij onze levens aan hem geven, dan weten we van, nou zijn wij van God, als kinderen van God, maar we komen ook in dienst met God, om hem te dienen en te zeggen van, Heer, wat kan ik betekenen in uw kerk, in uw koninkrijk?
Dat is een heel andere houding van wat kan de kerk voor mij doen? Nee, wat kan jij, niet voor mij doen, maar wat kan jij voor de persoon naast jou doen? Want dit is het mooie van dit stukje, is dat wanneer jouw rol speelt als priester en als kind van God in zijn kerk, en ik doe dat en de andere persoon doet dat, dan gaan we iets glorieus en iets moois ontdekken. Wat het betekent om kerk te zijn. Maar als we allemaal steeds zitten te wachten voor de E-team dat te doen, dat gaat dan niet gebeuren. Ja, het zijn die mensen in de voorrij. Die doen al handen in de lucht, die doen de dansen, die doen de bemoedigingen en dat soort dingen allemaal. Nee, wij zijn de priesterschap. Wij zijn deel van Gods kerk en zijn koninkrijk. En misschien denk je van, oh, dit is nieuws voor mij. Dan is dat heel cool dat ik die boodschap mag brengen aan jou. Dat iets nieuws is. Om te weten van, ik kan een rol spelen in deze kerk die niet alleen is om op een zondag op te dagen, maar te weten van, hoe kan ik verder in deze roeping als priester, als heiligdom van God, een heilige volk zijn van God, hoe kan ik daar mijn rol in spelen? En daar hebben we absoluut zijn geest voor nodig. Daar hebben we absoluut de kracht en zoals werd gedeeld vanochtend, de genade van God nodig. Want in mijn eentje kan ik dat niet doen. Ik ben niet de kerk, wij zijn de kerk. En ik zeg altijd, wanneer de dienst klaar is, dan gaat de kerk weer de deur uit. Die gaat de wereld in en die gaat schijnen, die gaat zout zijn, die gaat licht zijn voor de wereld. Maar we nemen ook de kracht van wie hij is, de Heilige Geest, nemen we ook naar buiten. De kracht en de aanwezigheid van God, zijn heerlijkheid, neem ik ook naar buiten toe. Dat als mensen in mijn sfeer komen, dan weten ze van, hé, hier leeft iets anders. Ik zie iets anders in jou, jij bent niet normaal. Daar leeft iets in jou. En ik zie het. Wat is dat? En dan kan je rol in die rol gaan leven van wat het betekent om ook priester buiten te zijn. Want dit heeft niet te maken met dat God een dienst aanbouw is. Hij is zijn kerk aanbouwen. En zijn kerk wordt gebruikt om verder door te gaan in deze leven. Amen. Yes. Prijs zijn naam. Yeah. Yes. Yes. Mooi, dank u wel. De priesters in het Oude Testament die hadden specifieke taken om te vervullen. Om iets te laten zien van wat de rol zou zijn voor ons in het Nieuwe Testament. Daar was een hele fysieke rol waar ze mee bezig waren. En dat heeft een geestelijke implicatie voor ons in het Nieuwe Testament. En dat vind ik heel mooi. Het betekent niet dat alles zo geestelijk is dat het gewoon daar ergens buiten zweeft. Nee, jij bent de persoon die geroepen is om in die rol te gaan functioneren door de geest van God die in jou leeft. En dat is het mooie ervan. Ik heb Gods genade nodig voor elke dag. Ik merk gewoon dat in mijn vlees kan ik het niet doen. Gewoon om door te gaan in deze leven heb ik de geest van God nodig. Om gewoon te gaan zijn wie ik hoort te zijn in zijn kerk, in zijn koninkrijk. Ik heb zijn genade daarin nodig. Elke dag ben ik bewust van wie Alex is. Alex is mens. Ik ga ook naar de wc zoals jullie. Komt ook soms lucht uit mijn lichaam. Ik moet ook zitten met soms met hoofdpijn en uitdagingen die ik heb lichamelijk. Ik heb ook te maken met mensen om ons heen en met de realiteit van de situaties die om ons zijn. Soms denken ze dat voorgangers gewoon in een andere wereld leven. Nee, als jij mij snijdt, komt er ook bloed uit. Ik ben mens, ik heb ook gevoelens. Net zoals jullie allemaal. En ik herken mijn zwakheden en ik ken mijn sterkte en mijn krachten. Maar ik dank wie God is in mijn leven, wat Jezus heeft gedaan. Dat in zijn macht en zijn autoriteit mag ik hem gaan dienen in zijn kerk. Dus zij hadden specifieke kleding aan. Ik zeg al, het is een hele brede ding hier. Als je dat gaat kijken, gewoon op de internet gaan kijken, wat ze allemaal aan moesten hebben en wat dat allemaal symbolisch betekende allemaal. Dat is een andere preek van een andere keer. Maar voor ons nu, we slaan eventjes over naar het Nieuwe Testament. Ga ik wat Nieuwe Testament teksten lezen. Die hebben we trouwens al gelezen. Maar hier komen we meer specifiek van, wat betekent dat voor jou en mij? Hoe ga ik dat praktisch uitleven en hoe ga ik dat doen als een priester van de Heer? Oké.
Yes. 1 Petrus 2, vers 4 tot 6. Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus, hadden we het net over, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen, die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid, wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Voeg u bij hem, gaat over Jezus, dat hij een levende steen is. Hij is niet alleen de enigste levende steen, maar het staat daar en laat u ook zelfs als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Hier moet ik eventjes over nadenken, want ik denk van, wanneer wij nieuwe mensen hebben die bij de kerk aankomen en zich willen aansluiten, dan is mijn bemoediging altijd uit deze tekst. Ik zeg, wees alstublieft geen dode steen. Wees alstublieft een levende steen. Voeg je bij hem, dat is natuurlijk de stap die wij nemen om tot geloof te komen, maar daarna is het niet net of dat de bouwstenen op een pandje of op een stuk liggen en zeggen van, yes, ik ben nou deel van dat stapeltje van die bouwstenen, maar hier is het gebouw bezig. En ik denk van, ja, het is jammer dat zoveel mensen voelen dat ze op de pandje zijn van, ja, we zijn christelijk en we zijn met christelijke dingen bezig, maar eigenlijk toevoegen en meebouwen, dat is soms een moeilijke stap voor mensen te nemen, omdat het je tijd kost. Kost je energie. Kost iets van je toewijding om te zeggen van, ik wil meebouwen met deze tempel. Zoals de Bijbel ook zegt, wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Hoe ben je samen aan het bouwen met Jezus, wat hij doet in jou? Maar de Bijbel zegt ook dat wij als kerk zijn tempel zijn. Dus ik laat God aan het werk in mijn eigen leven, mijn eigen tempel. Maar ik weet ook dat ik dat stukje breng naar het bredere tempel. En dat heet hier voor jullie live, Nijkerk. En zeggen van, ik wil een levende steen zijn die mij toewijding gaat krijgen, mijn gaven, mijn talenten, omdat ik weet wie ik ben als kind van God. Ik ben geroepen tot priester om heilig te zijn in zijn tempel en samen te gaan bouwen. En mijn bemoediging is altijd van, ja, je bent gered en er is iets moois wat God heeft gedaan in jouw leven, jou gewassen, jou geheiligd, jou waardig gemaakt en identiteit gegeven en halleluja. Maar dan blijven nog veel christenen nog steeds op dat stapeltje liggen. Nou jongens, maak je beschikbaar. En zeg van, hey, ik mag nou mijn toevoegen en samenbouwen waar God mee bezig is in zijn geheel, als zijn kerk, zijn tempel. Een voorbeeld van dat wat in de hemel aanwezig is. Wij mogen dat beleven en voor mij zit hier gewoon een mooie boodschap in van God wil gewoon dicht bij ons zijn. Zijn aanwezigheid is krachtig, het is levend veranderend. En voor mij sta ik open, ik zeg van, heer, ik wil niet gewoon kerken spelen. Het was niet uit Egypte de woestijn in en hey, ik ga een beetje spelen voor 40 jaar met mijn volk. Nee, God was doelbewust bezig en ik zeg van, heer, ik wil niet kerk spelen, ik wil deel zijn van uw kerk. Ik wil de kerk zijn, ik wil dat brengen van wie ik ben. Ben je man of vrouw of jong of oud, maakt niet uit. Maar dat we allemaal weten dat we ergens een rol mogen spelen in het bouwen van zijn kerk in deze tijd. Voeg u bij hem, gaat over Jezus. Hij is de levende steen, gaat over Jezus. Wij zijn levende stenen, omdat wij in Jezus zijn. Geestelijke tempel heeft met zijn kerk te maken. Ik en jij. Het is het lichaam van Jezus. Krijgen jullie een beetje een idee over wie het gaat? Wij denken vaak dat het om ons gaat alleen. Wat kan jij doen voor mij? Wat kan ik krijgen uit deze deal? Jezus kan jij krijgen uit deze deal. En weten dat dit allemaal over Jezus gaat, dat hij centraal staat in alles. Weet ook dat als heilige priesterschap, dat wij ook een verantwoordelijkheid hebben. Een geestelijke offers te brengen, dankzij Jezus. In Sion, en dat betekent zijn kerk, heeft te maken met Jezus. De hoeksteen heeft te maken met Jezus. De tempel heeft met Jezus te maken. De tabernakel had allemaal te maken met dingen die wezen naar Jezus toe. Zijn komst en wat zijn bloed zou doen om ons toegang te geven tot de Heer. Laten we die voorrecht nooit vergeten wat dat betekent.
En niet zomaar la 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 door het leven heen gaan en zeggen van, hey, ik kan mijn eigen ding gaan doen. Maar weten van, Heer, elke dag wil ik deze dag aan u toewijden. Omdat ik weet wie ik ben, als kind van God, een hemelse vader, in die relatie gewoon genieten. Maar ook weet de Heer dat u nog iets wilt doen door mij. Daar leeft nog iets krachtigs, meer krachtigs in mij. Een liedje, een nieuwe iets waar God mee bezig is, die gewoon open wil breken. En zeggen van, hey, ik wil u een nieuwe en een frisse ervaring geven. Als individu, maar ook als kerk. 1 Petrus 2 zien we dat een koninkrijk van priesters zijn. Het heeft te maken met koning Jezus. En dat wij mogen dienen in zijn kerk. In 1 Petrus 2, 9 staat daar maar, u bent een uitverkoren geslacht. We gaan even naar de volgende. Oké, dat is één stapje te ver, maar we komen daar wel aan. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk, koninklijk priesterschap, een heilig volk. En een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u deugden zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbare licht. Dat is het mooie wat in ons leeft. We komen van ene identiteit waar we geen identiteit hadden. En nu komen we in zijn wonderbare licht. En wat is de vrucht daarvan? Het is aanbidding. Om zijn naam groot te maken. Heer, hoe kan ik u verheerlijken door mijn leven heen? U heeft dit gedaan in mijn leven. Uit de duisternis mij bevrijd. Zodat ik dat mag verkondigen van wie u bent. En dat mag bekendmaken aan de wereld wie God is. Zijn licht. Dat is mijn reactie hierop. Niet dank u Heer en ik ga door met mijn oude leven. Nee, alles is nieuw wat die meneer net zei. Alles is nieuw in Jezus. En ik vind dat een mooie waarheid. Van gaan we nog door in het nieuwe? Gaan we nog door naar de volgende stap of zitten we altijd te kijken naar het oude en bezig met het oude? God is iets nieuws aan doen in ons midden. We zijn eigendom van God. En wij mogen geestelijke offers brengen. Wat is dat? Ik ga een paar noemen. En dan gaan we dit allemaal landen. De eerste die ik over wil hebben is aanbidding. In Hebreeën 13, vers 15 tot 16. Laten we met Jezus' tussenkomst voortdurend aan God een dankoffer brengen. Je zal zien dat het woord offer wel vaker door deze teksten heen komen. Dus die heb ik opgezocht om te kijken van wat zijn de offers die wij mogen brengen als kinderen van God, als zijn priesterschap. Wat kan ik dan brengen? Aanbidding. Dus ik ga opzoeken elke moment waar ik dat kan doen. Hey, op een zondag doen we dat. En dan hebben we een band. Hoef je geen kaartje te betalen om naar de band te luisteren. Je hebt gratis koffie. Je ziet elkaar. En hey, nu kunnen we gezamenlijk zingen. Dat gebeurt niet alleen hier. Het gebeurt ook thuis, in je auto, op de fiets. Maar ik zoek plekken op waar ik dat kan doen. Omdat ik van hem hou. Maar ik merk ook, dit is ook een rol die ik heb als gelovige. Om zijn grote daden te verkondigen en zijn naam te verheerlijken door mijn leven heen. Is dat oké? Dus het is een levensstijl, ononderbroken. Het zijn de vruchten van onze levens en onze lippen. Aanbidding woont in het hart van al onze offers. Het heeft altijd met hem te maken. En wij brengen dat wat welgevallig is voor de Heer. Lofprijs en aanbidding, dat heeft een bijzondere invloed. Het bevrijdt mensen. Ik kan teruglezen in Handelingen 16, het gaat over Paulus en Silas. Wat deden ze op een hele duistere moment van hun bediening? Ze zaten in een stinkende gevangenis. Geen wc, geen televisie, geen internet, geen boek te lezen, geen bezoek, geen niks. Wat gingen ze doen? Ah, laten we klagen. Waar is God? Wat is dit hier? Wij dienen u, maak uw naam groot, nou zitten we in de gevangenis. What about that? Leuk hè, christen zijn. Yes, ga ik op mijn boek schrijven. Nee, wat gaan ze doen? Ze gaan bidden en ze gaan zingen. En zij dachten van, hé, in het midden van al deze, ik ga die woord niet gebruiken, maar mag wel in Nederland, maar ik voel het nog steeds niet goed om dat te gebruiken, ellende, laten we het schoon houden. En daar gingen ze gewoon God groot maken. En ik denk van, wat een mooie manier om in de moeilijke momenten van jouw leven gewoon om zijn naam groot te gaan maken. En dat zou haast een natuurlijke respons moeten zijn van, ja, ik heb relatie met God, ik ben aan wandelen met God. En dat is een natuurlijke reactie, niet waar is God en wat gebeurt en al dat soort dingen. Die vragen mogen wij absoluut stellen. Maar maken we nog zijn naam groot. Gezamenlijk die momenten op gaan zoeken tijdens van de bidding. Muren storten in, Jericho. Hoe David uit zijn depressie kwam. Hij begon te zingen. Het is een vrucht van vrijheid en genezing. Dat zien we met die kreupelen die genezen is. De reactie van zijn vrijheid is gelijk, hij gaat huppelen en springen. Yay!
Hey. En al de religieuze mensen proberen hem stil te houden. Hou je mond. Hoe is dat gebeurd? En waar is dat gebeurd? En wie heeft dat allemaal gedaan? Nee, ik moet de Heer prijzen. Wow, ik ben vrij. Het is een vrucht van vergeving voor de vrouw die aan de voeten van Jezus kwam bidden. Lofprijs en aanbidding houdt de focus in mijn leven op God. Nog een stukje. Dus aanbidding was de eerste punt. Wees goed voor elkaar. Yeah, dat is een offer. Hebreeën 13, 16. En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere. Want dat zijn offers waarin God behagen schept. Wees goed voor elkaar. Zorg voor elkaar. Deel met elkaar. Toen we eerst aankwamen in Nederland, toen was ik de enige die een auto had in onze gemeente. Vol studenten allemaal. Een stuk of 20, 30 studenten waren de eerste groepje van de kerk. Gemiddelde leeftijd was 25, ze hadden nog geen eerste auto. Ik had een auto, een grote blauwe Passat van 1998, zoiets. Ik was haast 20 jaar oud. En ik merkte gewoon van in het boek van Handelingen, waar ze gewoon bij elkaar kwamen, was alles gemeenschap. Ze mogen delen met elkaar. Ik zei, ja, hoe ga ik dit nou doen? Ja, jongens, ik maak mijn auto beschikbaar voor jullie. Ik ben gezegend met een hele goede deal. Hij is voor jou om te lenen als je wil. En ja, studenten die houden van iets gratis. Dus die kwamen heel snel aankloppen van ja, ik wil gaan verhuizen. Ik wil een weekendje weg en dat soort dingen. Zei, ja, hier zijn de autosleutels. Breng hem gewoon schoon terug. En als je wil, kan je nog benzine ingooien ook voor het gebruik. En zo was het gewoon opengooien van mijn leven. Ik denk van ja, ik wil gewoon iets delen waarmee ik gezegend ben. En zo kan ik ook een offer brengen van daar gaat mijn auto. Komen er krasjes op? Gaan ze een peukje achterlaten misschien? Al de modder, dat soort dingen allemaal. Ik ben echt zuinig op mijn spullen. En ik weet wel, ik denk van nee, ik wil gewoon goed zijn voor mijn medemens. Hoe kan ik een zegen zijn voor jou met de zegen die ik heb ontvangen? Dat is priester zijn in het huis van God. Deel je spullen met elkaar. Ik zei, als je bij me binnenloopt, dan mag je mijn koelkast in. Je mag dingen gebruiken die ik allemaal heb. Ik zeg, het enige van wat je niet aan mag raken is mijn vrouw. Die is alleen van mij. En mijn vrouw is de dingen. Ja, oké. Okay. Ik deel mijn dingen, mijn vrouw... Nee. Ik bid voor je, schat. Ja. Wees goed voor elkaar. Wees gastvrij. In Romeinen 12 staat daar. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Dat is een offer die je kan brengen. Zo simpel is het om als priester te dienen in Gods huis. Onze lichaam, de volgende. Romeinen 12, 1 tot 2. Je lichaam is een offer. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u om uzelf als een levende, heilige en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dus ik ben niet alleen bezig met mijn eigen ding van God, hoe kan ik u dienen als priester in uw heilige tempel? Hoe kan ik u dienen met deze tempel? Hoe kan ik u dienen door deze tempel heen? Zeker te maken dat ik hier niet alleen kom om te nassen en te genieten en koffie te drinken en gezelligheid en ga weer naar huis. Nee, wat voor rol kan ik spelen? Waar kan ik betrokken zijn? Kan praktisch zijn, kan ook gewoon op andere niveaus zijn. Van Heer, de gaven en talenten die ik heb wil ik inzetten in deze kerk. Om zo als ik mijn rol speel en mijn buurman speelt zijn rol en buurvrouw speelt haar rol, dat wij meer en meer gewoon van de kracht van God gaan zien in ons midden. De aanwezigheid van God gaan erkennen en meemaken in zijn gemeente. Heb ik het al hele tekst gelezen? Ik weet het niet. Nee. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. Vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. De wereld heeft een patroon, dat is niet onze patroon. De wereld heeft waarden en normen, dat zijn niet de waarden en normen die bij zijn kerk horen. Wij zijn een priesterschap, wij zijn een heilige volk, we zijn geroepen, we zijn gezalfd. Niet om in de manier en de stijl van de wereld onze levens te leven, maar zoals God dat van ons vraagt. De vierde is uitreiken naar de heidenen of de verloren. Broeders en zusters, ik ben er vast van overtuigd dat u inderdaad niets dan het goede wilt en dat u in zich nergens tekort schiet, zodat u ook in staat bent om elkaar terecht te wijzen. Ik heb u hier en daar nog vrijmoedig geschreven, maar alleen om u te herinneren aan wat
u al weet. Ik doe dat vanwege de genade die God mij geschonken heeft. Ik moet in volledige toewijding aan zijn evangelie en dienaar van Christus Jezus voor de heidense volken zijn, zodat zij een God welgevallig offer kunnen worden, geheiligd door de Heilige Geest. Dus als wij dat doen, het is niet alleen de mensen die verloren zijn gewoon negeren en zeggen van wij gaan gewoon door met z'n levens. Ja, zij gaan allemaal naar de hel toe, dus dat moeten ze zelf uitzoeken. Nee, wij zijn geroepen om de heidenen te bereiken. Dat is ook een offer hoe wij iets kunnen geven en dienen in zijn kerk en in zijn koninkrijk. Zo simpel is dat. Ga gewoon mensen vertellen over Jezus, dan ben je al bezig als priester. Zo makkelijk is het. En wanneer die mensen tot geloof komen, gaan zij God dienen en dat wordt een bijzondere offer voor God. Dus hem te dienen en hem te volgen is al de offer die wij brengen. Almoezen, geven, is deel van priesterschap zijn. Handelingen 10, vers 1 tot 4. Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort, die Cornelis heette. Hij was een vroom man die samen met zijn huisgenoten God vereerde. Hij gaf uit barmhartigheid veel geld aan het volk en bad veelvuldig tot God. Op een dag kreeg hij omstreeks het 9e uur een visioen. Ik weet niet of het 's ochtends of 's avonds was, maar ik denk wel dat hij op Nederlandse tijd aankwam. Wanneer iedereen wakker wordt om 9 uur, toch? En dan kreeg hij omstreeks de 9e uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen, Cornelius. En hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg, wat is er, Heer? En de engel antwoordde, je gebeden en giften zijn door God opgemerkt. Andere teksten staan daar, dat God dat zag als een offer. Geld geven is een offer en dat doen we. Hoe kunnen wij bijdragen met onze rijkdom aan Gods huis? Hoe kunnen wij iets bijdragen aan Gods koninkrijk, wat God nog wil gaan doen in de wereld? De Oekraïne staat met handen open, help ons. En wij geven, jullie geven. En ik vind het een mooie manier hoe wij iets kunnen gaan betekenen voor mensen die we nooit misschien zullen ontmoeten. Maar toch een gezicht hebben in ons hart en in ons gebed. Om te zeggen van, Heer, ik zou liever daar willen zijn om iets te gaan doen. Maar hier is dat stukje wat ik ook kan bijdragen als priester in zijn huis. Als wij die mensen helpen, dan zijn wij die zegen die God ons voor geroepen heeft. Om een priesterschap te zijn in zijn kerk. En in de wereld. Dus gebed. En dan heb ik nog eentje daarna. Gebed is nog een offer die wij brengen. En dat zien we ook in dit stukje. Hetzelfde stukje van gebed. Samen bidden. Ik merk dat gebed in een algemene kerk een grote zwaktepunt is. Mensen vinden bidden een beetje saai. Of ze vinden van ja, waarom moeten we eigenlijk bidden? Gaat het toch gewoon niet gebeuren? Gebed is een offer die wij brengen. Zoek momenten op waar je kan bidden met z'n allen. Zoek momenten op waar je ook voor jezelf tijd met God hebt om te bidden. Zo bouwen we mee. Om te zeggen van jongens, wanneer gaan we weer een keertje bidden? Ik wil mijn offer brengen. Ik kan niks anders brengen. Ik weet niet wat al mijn andere gaven en talenten zijn. Maar ik weet dat mijn identiteit is niet alleen priester doen, maar priester zijn. En dat stukje kan ik wel bijdragen. Ik ben te oud voor dit of ik kan dit eventjes niet. Maar gewoon, zo makkelijk is het. Zo eenvoudig is het. Om priester te zijn in zijn kerk en in zijn koninkrijk. Ga gewoon opzoeken voor die momenten om samen te bidden. Het laatste wat ik wil delen met jullie gaat over nummer 7. Apostolisch bijdragen. Filippenzen 4 vers 18 en hier ga ik mij landen. Nu is alles mij vergoed en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Het ontbreekt mij aan niets dankzij de gaven die Epaphroditus namens u heeft gebracht. Ze zijn een geurig en aangenaam offer dat God behaagt. En dat laatste stukje wil ik gewoon als laatste punt achterlaten. Aangename geur. Een aangename offer. Is dat wat God in jouw leven ruikt? Omdat bij de neus van God terecht. Hier is een priester die zijn leven neerlegt als offer voor mij en wil dienen in mijn huis en wil wandelen met mij als vader en als God. Dat welgevallen geur, komt dat van deze kerk? Dat we goed bezig zijn met die dingen die van ons verwacht worden en waarvoor we geroepen zijn. We hebben alles ontvangen wat we nodig hebben
om God hierin te gaan dienen. Er is nooit een excuus van dit en dit. Nee, ik zal je iets laten zien. Dat is geen excuus. Iedereen kan ergens een rol spelen. Jij bent geroepen. Jij bent priester in Gods huis. Leef in de waarheid wat dat betekent voor jou. Leef in jouw identiteit. Niet alleen doen, maar zijn. En zeggen van dank u Heer. Ik heb de voorrecht om u te mogen dienen in uw huis. En nog iets gaan betekenen in uw koninkrijk de wereld in. Vader, ik wil bidden voor deze gemeente. Ik wil u danken voor wat u aan het doen bent. Het is mooi, ik proef hier gewoon de aanwezigheid. Uw aanwezigheid proef ik hier. Ik proef een verlangen en een diepe hartzucht. Gewoon van meer van God. We willen meer van God ervaren. De tastbare aanwezigheid van God willen we ervaren. We zongen het liedje vanochtend. Vul uw huis met uw glorie. Een kenmerk van tijden waar God gewoon met zijn wolk gewoon terecht kwam in de tempel. Waar gewoon iedereen moest erkennen. We kunnen niks meer doen dan gewoon onze knieën buigen. En gewoon in de kracht van zijn aanwezigheid gewoon hier zijn. En Vader, ik bid dat een kenmerk van deze kerk zal zijn. De aanwezigheid van God. Mensen die van elkaar houden. Mensen die op weg zijn met elkaar. Een kerk die van u houdt. Een kerk die een geur heeft. Een bijzonder aroma die komt van deze kerk. Omdat een offer op de altaar is neergelegd. Om uw naam groot te maken en u te verheerlijken op alles, Heer. Dus Vader, ik bid dat gewoon deze kerk en de kracht van de Heilige Geest hierin zal gaan leven. Dat iedereen zijn plek mag vinden. Niet alleen een bouwsteen zijn op het pand, maar te zeggen van ik wil meebouwen in deze tempel. Deze tempel die hier Life heet. Waar Jezus als Heer wordt verklaard en proclameert en is. Hier wil ik aan meebouwen, want het heeft met u te maken. En op zo'n manier mag ik u dienen en uw naam groot maken. Die stap te nemen. Vader, ik bid dat u gewoon mensen die genade zal geven en die moed zal geven om te zeggen van yes, I'm in. Ik doe mee. Ik help mee. Ik bouw mee. Ik ben mee. Vader, zegen Life Night Kerk. Dank u voor een schitterende kerk, Heer. Dank u voor mooie mensen. Dank u voor een kerk die een passie voor u heeft, Heer. En ik bid voor uw zegen over hen heen, Heer. Dat gewoon de gelaat van uw gezicht over hun mag schijnen, Heer. Dat ze dat waar ze naar verlangen, dat waar ze voor bidden, mogen ontvangen en daar gaan wandelen en leven. Dank u, Vader, voor deze gelegenheid. En ik bid dat uw woord gewoon op de juiste grond terecht is gekomen, waar groei en bloei zou komen. Dat mensen in deze waarheid zouden gaan leven en meer van u zullen ervaren in hun levens. In Jezus' naam. Amen.